Een hele goede morgen, middag of avond of nacht. Welkom bij een nieuwe vergelijkingsvideo. In deze video ga ik de verschillende paramedische opleidingen vergelijken. Wat is oefentherapie? Als oefentherapeut behandel je patiënten, maar je kijkt naar het totaalplaatje. Dus je kijkt niet alleen naar de klachten in het lijf, maar vooral hoe gedraagt een patiënt zich als die klachten heeft. Het kan houding zijn. Maar het kan ook een stukje bijvoorbeeld stress zijn of niet een goede verdeling hebben in je dag. En wat doet de HVA om ervoor te zorgen dat studenten dat gedrag kunnen herkennen en beoordelen? Onze studenten krijgen sowieso werkcolleges waarin we deze theorie ook heel goed met ze doornemen. En daarnaast gaan onze studenten al vanaf jaar 1 gaan ze al de praktijk in. Waardoor ze dus echt vanaf de allereerste dag dat ze hier zijn al eigenlijk aan het werk zijn als oefentherapeut, maar dan onder begeleiding. Als je een goede oefentherapeut wil zijn, dan denk ik dat het belangrijkste is dat de patiënt plezier krijgt in het bewegen. Dat hij daardoor gewoon een goede bewegen- en leefstijl heeft en daardoor dus geen klachten krijgt of houdt of goed met zijn klachten kan omgaan. Wat doen jullie bij oefentherapie? We kijken heel erg naar het gedrag. Hoe gaat iemand met zijn klachten om? Waardoor heeft hij klachten? Door wat voor werk? Wat voor hobby? En dat leer je ook in de verschillende vakken. En wat zijn die vakken? Je hebt bijvoorbeeld anatomie, je krijgt een stukje ziekteleer, een stukje kinesiologie, dus vooral de krachten die in je lichaam spelen, projecten. Wat voor projecten zijn dat? Dat zijn bijvoorbeeld als iemand armklachten heeft, dat je gaat kijken bij een bedrijf dat bijvoorbeeld veel met computers werkt, dat je eigenlijk een adviesrapport opstelt hoe die mensen het beste achter hun computer kunnen zitten. Wat is fysiotherapie? Fysiotherapie is een prachtig beroep waarbij je specialist wordt van de bewegende mens. Niet alleen het fysieke onderdeel bewegen, maar het gaat er ook om waarom bewegen wij. En hoe proberen jullie dat jullie studenten mee te geven? Met echte casuïstiek, daar bedoel ik mee echte patiënten zoals we ze ook in de praktijk zien. Maar ook in de les met klinische lessen. En natuurlijk de stages. Wat voor lessen worden hier bijvoorbeeld gegeven? Wat je hier ziet zijn allemaal apparaten. Daarin we zowel testen, wat voor conditie je hebt bijvoorbeeld. En wat je daarin, wat dat betekent voor je behandelingen. Dus er komen ook echt patiënten hier vanuit het AMC. En die komen dan hier om te trainen. En dan worden studenten daarin meegenomen. Welke vakken krijgen jullie bij fysiotherapie? We hebben kennislab A. En kennislab B. Waarbij kennislab A zijn hoorcolleges. Kennislab B is daar een verdieping op. Daarnaast hebben we ook nog de praktijklabs. En daarbij hebben we ook nog onderwijs op maat. En dat zorgt ervoor dat we vragen kunnen stellen en ook weer kunnen oefenen. De ene keer hebben we een stukje anatomie. De andere keer krijgen we een stukje fysiologie. En het andere moment krijgen we neurologie. En de andere keer weer pathologie. En dat zijn dan weer de ziektes. Een ergotherapeut houdt zich bezig met de dagelijkse activiteit. Als je bepaalde activiteiten niet meer kan doen vanwege een aandoening, vanwege een ziekte of vanwege een ongeval. En een ergotherapeut kan de cliënt gaan helpen om weer te kijken of ze die activiteiten kunnen oppakken. Ja, wij werken vanuit projecten. Die projecten, daar worden reële casuïstieken worden aan studenten voorgelegd. Daarnaast nodigen we ook studenten uit om zoveel mogelijk de wijk in te gaan. Eén dag in de week ga je jouw wijk in. Om te kijken welke vraagstukken daar zitten en dat je die gaat oplossen. Wat doen jullie precies bij de opleiding ergotherapie? We hebben net gehoord wat ergotherapie is. Mm-hmm. En hoe wordt dat voor jullie in de praktijk gebracht? Want we zitten hier nu in de woonkamer. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wij zitten in de woonkamer van het praktijkhuis. Wij kunnen hier oefenen hoe je zeg maar in de thuisomgeving, in de huissituatie van een cliënt je handelingen kan verrichten als ergotherapeut. Daarover krijgen we ook echt les in het eerste jaar vooral. Dat noemen we de lessen vaardigheden. En naast het vak vaardigheden krijg je nog neurologie, psychologie. En waarom is psychologie belangrijk voor eigenlijk een bewegingsstudie? Want is het een bewegingsstudie? Beweging heeft er zeker mee te maken, maar het is niet per se een bewegingsstudie op zich. Want naast beweging doen wij ook heel veel mentaal. In het vak psychologie dan leer je dingen herkennen eigenlijk. Dat is het niet eens. Wat zijn voor jullie met name de grootste verschillen in dat psychische gedeelte? Want dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Je hebt wat aan je been, of in het geval aan je knie. Ja, dat weerhoudt je dus om bepaalde dingen te doen wat je normaal wel zou doen. Psychisch doet dat wel wat met je. En daar spelen wij ook op in. Het kan ook zijn dat niet per se met die knieën, dat is echt een blessure. Maar dat door stress die klachten ontstaan. Dus dat je door die stress weg te nemen al een heel groot deel van de klachten wegneemt. Dus dat speelt zo ook samen. Door dus ook met die houding te kijken, wat voor werk, wat voor hobby's, wat doen ze.
dan kun je eigenlijk iemand heel goed behandelen die dus van eigenlijk heel veel dingen last heeft. Ja, wij als fysiotherapeuten nemen dan ook wel een stuk gedrag mee, zeg maar. Omdat dat inderdaad ook kan zijn met houdingen en zo. Maar we zijn wel echt meer ook op het verhelpen van de klacht zelf. Dus als ik het even mag samenvatten, dan kijken jullie met name naar houding en gedrag. Mm-hmm. Dan kijken jullie voornamelijk naar het verhelpen van de klacht. En bij jullie is het het leven met de klacht. Ja, zo zou ik het zeggen. Ja, zeg ik dat ergens? Ik denk dat het vooral handig is dat jij als studiekiezer zelf kijkt naar wat jij belangrijk vindt. Wat vind jij vooral het belangrijkste om te doen? Bezoek vooral zelf open dagen en kijk vooral zelf op de website. En dan hoop ik dat je eruit komt met het kiezen van je studie. En als jij nou benieuwd bent naar hoe jij je dan kan voorbereiden op zo'n open dag, dan heeft Joey hier voor jou een hele toffe video gemaakt over wat je moet doen om je goed voor te bereiden op de open dag. En je kan je natuurlijk altijd abonneren op het HVA YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van andere nuttige weetjes over de HVA. Ciao!